Gianni, hè, Ronki, is dus wel de aanvoerder. Maar als ik hem in al die jaren heb zien spelen, ja, dan zeg ik op topniveau, hè. Ja, dat is niet een geboren leider. Is niet een geboren figuur, hè, die zegt, en nou doe jij dit. En als je godverdomme, hè, dus daar niet gaat lopen en dat ik hem aan jou kwijt ken, dan schop ik je morgen op de training je knieschijf dwars door midden. Hè, dan kan je stoppen. Nou, en dat hebben ze dus niet dus bij Feyenoord. Nou, ik vind wel dat NAC dus de daad bij het woord zet. Hè? Want ze hebben dan geroepen, kijk, onze nieuwe trainer, daar verwachten wij dus niet van dat we dus dezelfde prestaties halen als dat we dus nu hebben gedaan. Dan heb ik al een week of vijf in het ziekenhuis gelopen, dus met die schouder uit de kom en met een of andere foute bacterie. Maar toen ik gisteren dat nieuws dus meekreeg, heb ik onmiddellijk weer gebeld hier naar dat ziekenhuis. Ik zeg, ken er een of andere auto komen met zo'n licht erop? Ik zeg, want ik moet aan de stekkers. Ik kreeg bijna een hartvlamming van het lachen. Dat kan toch niet waar wezen? Maar goed, even terug naar Robert. Ze hadden dus vier andere kandidaten. En die hebben allemaal op een of andere reden hebben ze nee gezegd. Vergozer heb gezegd, nee, ik hou ermee op. Hè, want ik krijg nog een aardige functie als hovenier bij Jan Reker in de tuin. Want ze zijn toch vrienden of zo, weet je wel. Geintje, zullen er wel weer een paar boos over worden als je het erop zit. Maar ik vind het wel aardiger. Gert-Jan van Beek heb gezegd, ja, nee, het is mij nog te vroeg om voor NAC te kiezen. Dus ik wacht misschien, hè, geruchtensfeer, hè, op Feyenoord. En dan hadden ze er nog een. Nou, toen hebben ze uiteindelijk die Robert maar genomen. Want die kwamen elke dag natuurlijk op het bureau. Hè, dus weer een nieuwe sollicitatie van Robert tegen. Die heeft geen risico genomen. Die heeft dus mails gestuurd. Die heeft brieven geschreven. Die heeft sms'jes gedaan. En nou ja, dan nemen ze Robert. En ja, ik vind Robert een goede trainer, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Want ik heb hem dus meegemaakt als speler. Hij dus bij Go Ahead. En ik heb altijd gezegd, ik denk dat Robert een goede trainer kan worden. Maar ik weet niet of dit dus voor NAC het goede moment is. En voor Robert het goede moment is. Maar het is natuurlijk wel, ja, ook dit is lachwekkend. We hebben het over Ajax gehad, over een podcast van Jan Klaas en Katrijn. Maar ja, dit zag gewoon helemaal nergens op. De presentatie, zoals NAC zich probeert te verdedigen op dit moment. Ja, ik snap niet dat mensen daar dus niet adequaat op reageren. Dat bijvoorbeeld, pers is toch belangrijk. Pers is een wapen, camera is een wapen. Ja, reageer daarop. Dat ze die mensen dus hun verschrikkelijke punten moeten verkopen. Ze moeten die mommers hun punten verkopen. Ze moeten die steward hun punten verkopen. Ze moeten er daar nog een paar punten verkopen. Want als je dit soort dingen gaat roepen, dan ben je toch niet goed bij je hoofd. Maar als ik tegenwoordig een politieagent tegenkom en dan denk ik, joh, het is dat jij toevallig zo'n pak aan hebt. Maar voor de rest, je kan nog niet een vlieg van de muur afslaan. Kijk, ik ben natuurlijk niet dus een insider. Ik ben dus geen binnenkijker. Maar ik kijk wel, dus toch, als voetbalman, dus met infrarood. Er zijn een aantal mensen bij Ajax die hebben zich zo verschrikkelijk verkeken op de kwaliteiten van Cruijff. Denk erom. En ik ben niet eerlijk, hoor. Of niet eerlijk, ik ben wel heel eerlijk. Maar kijk, Johan is natuurlijk een fenomeen. Hoe je het ook went of keert. Hè? Als voetballer, als coach, misschien in mindere mate. Hè? En hij lult om te lullen zo af en toe. Hè? Want dat hoort erbij. Hè? Want niemand die begrijpt hem dan. Ja, ik begrijp hem dus wel. Maar ja, dat is ook apart natuurlijk. Maar ja, daar gaan ze, hè, dus die man, die gaan ze dus binnenhalen bij die club. En die willen ze dus in een bepaalde positie dus neerplanten. Dan heeft hij dus wat huiswerk gedaan. En dan wil hij dus gaan reorganiseren. Hè, want daar komt het in feite op neer.
En dan gaan er ineens een paar in de bocht hangen. Nou, dan weet je toch van tevoren dat het fenomeen, Cruijff zegt, krijgt de pestpleurs. En de vinkertering erbij. En de cholera ook nog eroverheen. Hutje, Klaaskees. Dus die houdt er gewoon mee op. Dus wie zit nou met het probleem? Jammer niet. Ajax. Ajax zit nu met een probleem. Ja, ik heb daar een uitgelezen mening over. Hè? En die heb ik al, misschien wel 10 jaar. Maar naar sommige mensen wordt dus niet geluisterd. En dan vind ik dat niet zo erg. Maar dan komt er op een gegeven moment komt er dus wel. Hè, dus een plaatje hè, dus over de tafellijn. Hè, wat we dus nu moeten gaan doen. Ik zeg al heel lang. Maak nou 2 keer 16. 16 clubs in de Eredivisie. 16 clubs in de Eerste Divisie. En je moet dus gewoon rigoureus zijn. We hebben al een aantal keren gesaneerd in het voetballen. Ik dacht in 1968 weet niet, lul ik maar een beetje in om. Maar zeker in 1972. Nou, en dan moet je dus gewoon een aantal clubs, die moet je er dus gewoon uitgooien. En dan vind ik dat je dus niet moet gaan kijken naar de clubs. Ja, die er dus op dit moment dus een beetje beroerd voor staan. Maar dan moet je dus gewoon gaan kijken naar historie. En dan zeg ik, RKC, dat is op dit moment de koploper dan in de Eerste Divisie. En die moet je er gewoon uitgooien. Hij heeft geen historie. Emmen moet je gewoon uitgooien. Om nu wilt, moet je gewoon eruit gooien. AGOVV moet je er gewoon uitgooien. Maar je moet Haarlem, die moet je binnenboord houden. Want dat is een club met historie. Dus dat betekent, als je de groep dus kleiner maakt, dus 2 keer 16, jij kan beter tellen als ik, want jij hebt op school gezeten. En ja, dan kom je aan 32 clubs. En het bedrag, heb ik begrepen, wat we dus nu aan bijvoorbeeld tv-geld krijgen. Nou, en je verdeelt dat dus ook voor een klein stukje, dus bijvoorbeeld naar Haarlem, om het zo maar te zeggen. Ja, dan wordt Haarlem dus best wel weer een grotere club. Nou, kijk, dat is de financiële kant, die dus in het verhaal zit. Maar de sportieve kant is, ja, dat het dus dan toch aantrekkelijker wordt. Dus voor spelers, om dus in het betaalde voetbal te gaan spelen, als dat ze dus nu bij de amateurs spelen. En ik vertel geen maf verhaal, want er zijn dus heel veel spelers op dit moment die dus in de hoofdklasse rondlopen, zowel in de zaterdag als in de zondag. Ja, die gaan dus echt niet meer dus naar Haarlem, Telstar en Topos en Klokkentorense Boys en Windkracht 24. Ja, je lul, want daar verdienen ze dus gewoon meer. Nou, en ga ik dus omdraaien. Dus dat betekent dat je kwaliteitsverbetering krijgt. Dat is vanuit de Nederlandse competitie. Vanuit de Nederlandse situatie. En ik vind, en dat heb ik ook al een hele tijd geroepen, dat elke club, en dan mag je daar dus een weegschaaltje dus voor nemen, 5 buitenlanders, max. En je mag er 3 opstellen. Betekent ook dat je weer, dus naar de financiële kant, dus ja, een klein beetje wint, dus om betere spelers, dus in Nederland, dus beter te laten worden. Vervolgens is dat onderbouwd, want je kan dus zomaar wat wel roepen in de boze wereld. Maar ja, ik zie dan dus af en toe ergens mensen rondlopen, die komen dan of uit Mexico, of uit Uruguay, of uit weet ik veel waar vandaan. Maar je gaat mij dan niet wijsmaken dat je dus niet
bij PSV een verdediger kan vinden die niet dus een kwartier voor de wedstrijd bezig is om zijn wenkbrauwen een beetje dus zo te doen. En zijn kuif dus met. En die dan dus voor die tijd zegt van de eerste de beste spits, die geef ik gewoon een pleurenschop. En die breek ik al twee zijn benen. Ga je weg. Moeten we zulke mensen nou ophalen daar vandaan? Nou, ik weet het dus hier ergens nog wel een paar te vinden. Die zijn niet minder. Ik zal niet zeggen dat ze beter zijn. Maar die hoeven we dan toch niet op te halen. En als je dan het probleem oplost om te zeggen van, je hebt er maar vijf. Nou, dan mag je die best wel ophalen, hè, die Reuzert. Vijf is maximaal.